twee verschillende kleine twistertjes. En het is gelukkig droog gebleven. En ik heb een stuk of, wat zal het zijn, 30, 40 kleine baarsjes gevangen. Allemaal heel klein. Maximaal, nou, wat zal het zijn geweest, 15 tot 18 centimeter. Dat houdt het echt wel op. Heel veel waren zelfs onder de 10 centimeter. Ik ga nu terug naar de auto, even een ander hengeltje halen met de Carolina rig. Dan probeer ik het nog een uurtje, een stukje verderop. Met een creature bait en misschien nog even met een shedje. Tot zo. Ik ben een stukje verderop gereden. Maar het wordt hier vissen met een handicap. De goede haken kon ik niet vinden. Dus vis ik maar even hiermee. Een wormhaak. Maar eigenlijk te groot voor dit aasje. En het tweede handicap is het water. Er staan waterplanten tot aan het talud, een meter of drie uit de kant. Dus dat wordt een beetje Hannes in de vaargeul, snel binnentrekken en dan maar hopen dat we wat tegenkomen onderweg. Ik zie wel, ik kan altijd weer terug naar een klein twistertje. Hallo, daar ben ik weer. Ik heb goed nieuws en ik heb slecht nieuws. Het goede nieuws is dat de zon schijnt. Dat ik weinig last heb van waterplanten, dat valt erg mee hier. Maar het slechte nieuws is, ja, een half uur geprobeerd en geen enkele aanbeet. Of het nou aan die creature bait ligt, of gewoon aan de visstand hier, ik weet het niet. Ja, ik weet het eigenlijk wel. Ik denk het laatste. Er zit hier al jaren geen snoekbaars meer. Snoekvangen is hier echt een uitzondering geworden. En ja, wat blijft er dan over? Baars, die zitten wel. Maar ja, als ze niet groter zijn dan 15 centimeter, dan begin ik niet veel met die grote haak en die creature bait. Ik hou ermee op, althans met de Carolina rig. Ik pak nog even een ander hengeltje en dan ga ik toch nog even een half uurtje een beetje pielen. Met een klein twistertje. Thank you.
Je mag ervan denken wat je wil, maar ik heb een leuke middag gehad. Met meer dan 50 baarsjes in 2 uur tijd. Ik voelde me weer een jongetje van 5, dat lekker buiten bezig is met zijn grote passie: vissen. Vooral het laatste half uur was een gekkenhuis. Elke worp een aanbeet. Het kan nog uren doorgaan, maar ik ga het noodlot niet tarten. Want er is een bui voorspeld om deze tijd. En dit is hem volgens mij. Hij komt heel snel deze kant op. Dus inpakken en wegwezen. Tot de volgende keer.